vijf fabels en feiten over de funnels. Fabel nummer 1. In Nederland kan het niet werken. Nou, het werkt al jaren. Fabel nummer 2 zegt, mensen knappen erop af. Als je tegen klanten gaat uitleggen, knappen ze erop af. Nee hoor, mensen worden ontzettend blij als ik ze uitleg dat ze eerst een aantal gratis stappen kunnen met mijn ondernemen. En daarna, wanneer ze daar zin in hebben, kunnen ze gewoon doorgaan naar een betaald traject. Fabel nummer 3 zegt, eenmaal een funnel opgezet, dan ben je klaar. Kan je achterover leunen, word je slapend rein. No way, een funnel is een ongoing process. Want dingen veranderen, mensen veranderen, seizoenen veranderen. Markt verandert. Fabel nummer 4 zegt, alle funnels werken. No way. Funnels zijn onderhevig aan testen, testen, optimaliseren, testen, testen, optimaliseren, checken, feedback, testimonial. Het hele rattenplan moet erbij. En als vijfde, zoveel mogelijk gratis dingen in je funnel gooien, dan gaan mensen vanzelf kopen. No way, was het maar zo waar. Nee, het is een strategisch aanbod, het is een strategische zet, strategische marketing. Je moet je gratis product strategisch neerzetten. Logische volgorde, logische relevantie aanbieden, want dan gaat het werken, alright? Dus tot zover de vijf fabels en feiten over winstgevende funnels. We'll be right back.